Welkom bij dit korte Star Wars filmpje over de recente flyby van Ultima Thule. Waarschijnlijk heeft u het nieuws al mogen lezen, maar onlangs, om precies te zijn op 1 januari 2019, vloog de onbemande ruimtezonde New Horizons vlak langs het object Ultima Thule. En dat was een vrij bijzondere gebeurtenis, want Ultima Thule is het verste object ooit bezocht door een onbemande ruimtezonde. En voordat we eigenlijk verder ingaan op Ultima Thule, willen we eerst eventjes een korte geschiedenis gaan bekijken van de ruimtezonde zelf, de ruimtezonde New Horizons. New Horizons werd gelanceerd op 19 januari 2006 en de hoofdmissie van New Horizons was het bezoekje aan de dwergplaneet Pluto. Dwergplaneet Pluto, ooit een planeet van ons zonnestelsel, staat heel erg ver weg van de aarde en daardoor konden onze telescopen eigenlijk Pluto nooit heel erg goed bekijken. En door daar een zonde naartoe te sturen, konden we in ieder geval de mogelijkheid krijgen om prachtige close-up foto's te krijgen van de planeet Pluto. Nou, daar moesten we maar liefst 9,5 jaar op wachten, maar toen de zonde eenmaal langs Pluto was voorbijgevlogen, kregen we natuurlijk de mooiste plaatjes te zien die tegenwoordig overal op internet en ook op het nieuws te zien zijn en natuurlijk ook waren. Laten we even kijken wat daar aan resultaat ondertussen uit is gekomen. Als we daar even naar gaan kijken, dan zien we hier als eerste plaatje de planeet Pluto zelf. En dit was een van de eerste plaatjes die door de zonde werd teruggestuurd. En het was gewoon een prachtig plaatje van de dwergplaneet, een overzichtplaatje. En veel mensen zagen verschillende figuren in de dwergplaneet. Sommige mensen zagen daadwerkelijk de hond Pluto. En andere mensen zagen een hartjesvorm op de planeet. Hoe dan ook, de planeet werd met open armen en met veel liefde door het algemene publiek ontvangen. En naarmate er meer en meer data door New Horizons terug naar de aarde werd gestuurd, werden de plaatjes van Pluto steeds prachtiger en mooier. Als we bijvoorbeeld naar dit plaatje kijken, nou, dan zien we inderdaad dat Pluto bestaat uit een soort ijs, meerdere ijslagen over elkaar heen zelfs. En dat Pluto zelfs een hele dunne, prachtige atmosfeer heeft. Er is zoveel data van Pluto binnengekomen dat de onderzoekers op dit moment, anno 2019, nog steeds druk bezig zijn met het onderzoeken van de resultaten. En als we dan de ontwikkeling bekijken, dan zien we hier bijvoorbeeld Pluto zoals wij Pluto konden waarnemen in 1993. En rechts zien we Pluto zoals we haar zagen in 2015. Een hele verbetering dus. Maar ja, nadat de zonde voorbij Pluto was gevlogen, was de zonde verder op weg de ruimte in. En uiteraard, de onderzoekers waren nog niet klaar met New Horizons. New Horizons was op weg naar de zogenaamde Kuipergordel. De Kuipergordel, om even kort uit te leggen wat dat is. De Kuipergordel is een zone net buiten het binnenste deel van het zonnestelsel. En deze zone staat eigenlijk bekend als een soort afvalzone van het zonnestelsel. Nadat het zonnestelsel werd gevormd, werden veel objecten in een soort parkeerbaan gezet buiten het zonnestelsel. Eigenlijk waar het rustiger is, waar de snelheden van de objecten langzamer zijn en waar ook de dichtheid over het algemeen iets lager is. En deze zone noemen wij de Kuipergordel. En de Kuipergordel bestaat uit talloze kleine objecten, variërend van een paar centimeter tot kilometers in doorsnee. En wij wilden graag, of de onderzoekers wilden graag weten waar deze objecten precies uit bestaan. Want omdat deze objecten afkomstig zijn uit de beginselen van het zonnestelsel, de beginbouwstenen van het zonnestelsel, is het interessant om te zien hoe deze gesteenten, hoe deze objecten dus in elkaar zitten, waardoor we dus ook meer leren over de vorming van ons zonnestelsel. En terwijl de ruimtezonde New Horizons op zoek, of eigenlijk op weg was naar de dwergplaneet Pluto, heeft men de Hubble Space Telescope de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een Kuipergordelobject dat ongeveer in de vliegroute lag van de New Horizons. En dat heeft men gedaan en in 2014 kwam men dus het object tegen wat we dus tegenwoordig op dit moment Ultima Thule noemen. Toenertijd had het nog een hele obscure naam, ze noemde 2014 MU69. En dit object was super klein en stond heel erg ver weg. Nou, hoe kan men dat ontdekken? Als we naar dit plaatje kijken, dan zien we hier eigenlijk een sterrenplaatje. We zien hier meerdere sterren, maar als u een beetje goed oplet, dan ziet u dat het middelste sterretje af en toe heel kort wegvalt.
En het wegvallen van het sterretje, ja, dat is natuurlijk niet de ster zelf, maar dat is het object Ultima Thule, wat in toendertijd in 2014 eventjes precies tussen die ster en de aarde instond, waardoor als wij met deze telescoop naar de ster kijken, waardoor de ster dus inderdaad eventjes in helderheid afneemt of zelfs even wegvalt. Nou, dit object bleek dus uitermate geschikt voor New Horizons, om door New Horizons bezocht te worden, en dit werd dan ook gedaan. Nou, New Horizons kreeg een paar correcties in de vliegbaan en was sindsdien na het bezoek van Pluto in 2015 op weg naar Ultima Thule. En dat heeft natuurlijk ook heel eventjes geduurd. De onboardcamera's van de New Horizons waren constant gericht op Ultima Thule. En aan het begin was er eigenlijk helemaal niks zichtbaar, want het object is erg klein. Maar naarmate de ruimtezonde steeds dichter en dichterbij kwam, werd steeds duidelijker dat Ultima Thule geen normaal object is. In ieder geval geen rond object, zoals we dat hier ook al kunnen zien. En als we dan nog verder naar de foto's gaan kijken, dan zien we inderdaad dat Ultima Thule een heel vreemd object heeft, wat eigenlijk uit twee kegels of twee bollen bestaat die tegen elkaar opgeplakt zijn. Eigenlijk een soort sneeuwpop, om het zo maar te noemen. En dan eindelijk op 1 januari 2019 was het zover. De flyby van New Horizons langs Ultima Thule, waarbij de minimumafstand van 35.000 kilometer werd bereikt. En dat resulteerde in deze close-up van Ultima Thule. Het is natuurlijk een plaatje dat qua resolutie nog niet echt gelijk staat aan de foto's die je waarschijnlijk gewend bent van je mobiele telefoon of digitale camera. Maar dit was het eerste plaatje wat binnenkwam en daarbij moet je bedenken dat dit plaatje werd gemaakt op een afstand van maar liefst 6,8 miljard kilometer. Nou, laten we eens even gaan kijken hoe Ultima Thule er van dichtbij zou kunnen uitzien. We zien hier Ultima Thule gesimuleerd in de software Space Engine. En deze simulatie is gebaseerd op de data die op dit moment beschikbaar is. En we kunnen er eventjes dichter op afvliegen en dan zien we inderdaad die twee delen van Ultima Thule. En als we eromheen gaan vliegen, dan zien we eigenlijk twee gesteentes waar heel weinig kraters op zichtbaar zijn. Het gesteente is waarschijnlijk bruin-witachtig in kleur en bevat heel erg veel ijs. Men heeft ook al de diameter, of eigenlijk de dimensies, kunnen opmeten. Ultima Thule is maar 35 kilometer lang en ongeveer 19 kilometer breed op het breedste punt. Dus het is eigenlijk best wel een heel erg klein object, zeker als wij dat vergelijken met bijvoorbeeld onze eigen planeet Aarde. Ja, Ultima Thule schijnt niet heel veel licht, of reflecteert niet heel veel licht, zo moet ik het zeggen. Want zoals ik al zei, Ultima Thule staat ruim 6,8 miljard kilometer verwijderd van de aarde. We bevinden ons dus nu op dit moment op de buitenste rand van het zonnestelsel. Wat kunnen we nog meer gaan leren over Ultima Thule in de toekomst? Nou, daarop zullen we moeten wachten helaas. Want het zal natuurlijk heel eventjes duren voordat alle data over deze grote afstand op de aarde zijn aangekomen. Het gaat een hele lage bandbreedte, zoals we dat noemen. Dus het zal enkele maanden duren voordat de ruimtezonde New Horizon alle data naar de aarde heeft verstuurd. Nou, sowieso ziet Ultima Thule al een beetje vreemd en apart uit. Twee losse bollen die een beetje tegen elkaar aangeplakt zijn. Zo vreemd is dat eigenlijk niet, want als we bijvoorbeeld eventjes naar dit plaatje kijken, dan zien we hier de komeet 67P. En deze komeet, die zich eigenlijk best wel in ons zonnestelsel bevindt, heeft ook een soortgelijke structuur. Dus het is geen uniek iets. En hoe kan dat eigenlijk dat dat zo ontstaat? Nou, de meest gangbare theorie op dit moment is dat Ultima Thule ooit bestond uit twee objecten die met een hele lage snelheid, zo laag als 5 tot 6 km per uur, tegen elkaar op zijn gebotst en dan tegen elkaar aan zijn, blijven plakken en eigenlijk een beetje met elkaar versmolten zijn. Dat is eigenlijk doorgaans alleen mogelijk in de buitenste gebieden van het zonnestelsel, waar de onderlinge snelheden tussen objecten een stuk lager is dan hier in het chaotische binnengedeelte van het zonnestelsel. En dat verklaart waarom bijvoorbeeld in dit geval Ultima Thule, maar ook de komeet 67P, zo'n vormen kunnen aannemen. Beide objecten werden gevormd in de buitenste lagen van het zonnestelsel. Goed, als we verder gaan kijken naar New Horizons in de toekomst, dan zien we inderdaad dat New Horizons hier op dit plaatje Ultima Thule net heeft bereikt en zal inderdaad de komende jaren door en door blijven vliegen.
Nou, betekent dat het einde van de missie? Niet per se, want op dit moment heeft de New Horizons nog zo'n 15 kilo brandstof aan boord. Dat klinkt natuurlijk heel erg weinig. Uw auto heeft waarschijnlijk meer brandstof op dit moment in de benzinetank, maar in de ruimte is dat meer dan genoeg om nog altijd correcties op de vliegbaan uit te voeren en dan New Horizons af te sturen op nieuwe interessante objecten in de Kuipergordel. Tot die tijd zal New Horizons door en door en door blijven vliegen en zal zij net zoals Voyager 1 en Voyager 2 ooit de complete rand van het zonnestelsel bereiken en dan verder de ruimte in vliegen. Nou, dat is alles wat op dit moment nog van Ultima Thule bekend is. Zoals ik net zei, de komende maanden komen alle gegevens langzaam maar zeker binnen en dan zullen ze nog door de wetenschappers onderzocht en bekeken moeten worden. Maar verwacht wordt dat we dan prachtige foto's van dit Kuipergordelobject te zien krijgen, gelijk aan die van Pluto. Nou, ik hoop dat u wat aan de video heeft gehad. Heeft u nog vragen of opmerkingen, stelt ze gerust onder deze video. En dan zullen we met z'n allen gespannen afwachten welke gegevens nog meer bekend zullen worden over dit object. Dit filmpje werd gemaakt door Sterrenwacht Limburg. We zijn iedere vrijdagavond vanaf 19:30 voor het publiek geopend. Ons programma is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar. En we hebben uiteraard een binnen- en een buitenprogramma. Het binnenprogramma is een interactieve presentatie door de ruimte. En het buitenprogramma is natuurlijk zelf naar de sterren kijken. Mocht u naar onze sterren komen en mocht u onverhoopt niet naar de sterren kunnen kijken door bijvoorbeeld het weer, dan mag u altijd met hetzelfde kaartje een keer terugkomen. Voor meer informatie daarvoor kunt u onze website bekijken www.sterrenwacht.nl of onze Facebook-site fb.com/sterrenwachtlimburg. Dank u wel.